Goedenavond. De vier grote gemeenten zijn druk bezig opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers te organiseren. Maar staatssecretaris Teven voelt vooralsnog niks daarvoor. Dat zei hij vanochtend tegen burgemeester Van der Laan van Amsterdam. Teven wil eerst weten wat Europa daarvan vindt. Mouchin uit Irak woont al ruim 10 jaar in Nederland. Het afgelopen jaar verbleef hij samen met 60 andere uitgeprocedeerde asielzoekers in een kerk in Den Haag. Vandaag zijn ze verhuisd. De gemeente Den Haag heeft de winteropvang voor daklozen voorlopig ter beschikking gesteld. In de kerk was het gezelliger, vindt Mouchin, maar dit is toch beter. Hier heb je 6 douches. Oké, ik denk meer warm. Met de kerk heb je 1 douche. Maar hier is ook 6 toiletten, daar heb je 2 toiletten, soms zo druk. Het is hier best wel wennen voor ze, omdat ze in 1 grote ruimte met allemaal bedjes zitten, zoals je kunt zien. Daar was meer privacy in de kerk, maar dit is qua alle andere faciliteiten natuurlijk vele malen beter. Ook in de gemeente Utrecht nemen ze het heft in handen. Uitgeprocedeerde asielzoekers krijgen hier bed, bad en brood, zoals dat heet. Den Haag en Utrecht doen eigenlijk al wat de gemeente Amsterdam nu voorstelt. Daar willen ze wel voor opvang zorgen, maar alleen als andere steden dat ook doen. En dat is tegen de zin van staatssecretaris Teven, die voorlopig geen opvang wil verzorgen voor mensen die eigenlijk moeten vertrekken. Wij bieden als gemeente inderdaad opvang, want ze moeten in een veiliger en een veilige situatie, maar ook in een humane situatie kunnen werken aan het vervolg. En bij gebreken aan helder beleid kunnen we allemaal verhalen over houden. Dat komt, denk ik, dat de gemeente de verantwoordelijkheid moet nemen. In oktober nemen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken een beslissing over de opvang. En daar wil Teven op wachten. Ik wens u een mooie avond.